De box van de maand april is de kussenhoes van zijde. En wat gaan we doen? Je gaat zelf een kussenhoes verven met zijdeverf. Deze is geverfd met olijfgroen-grijs. En je kunt ook kiezen voor een zandkleur. Hoe die eruit ziet, dat zie je heel goed op het account van Happy Handmade Living. Lisanne ging namelijk aan de slag met de dip dye met zand. Nou, naast dat zo'n zijde kussenhoes er gewoon heel mooi uitziet, is het ook goed voor je haar en voor je huid. Daar vertellen we je meer over in onze blogs. En ik hoop dat je meedoet met de box van de maand april, de dip dye kussenhoes van zijde. Thank you.